Marloes Bussing, jij wordt genoemd als een van de initiatiefnemers voor het damesteam bij de Big Bulls. Hoe bijzonder is het dat de Big Bulls dames heeft? Ja, het is inmiddels alweer 40 jaar geleden, of inmiddels 30 jaar geleden dat de Big Bulls een damesteam hebben gehad. Dus het is voor nu wel weer heel bijzonder dat we het eindelijk weer zover hebben dat we genoeg dames hebben om volgend jaar competitie mee te kunnen spelen. Is het bijzonder dat een club uit het oosten van Nederland een damesteam heeft? Er zijn nog wel twee teams in de buurt. Dan moet je denken aan Deventer en Zwolle. En Enschede en Hengelo zijn ook bezig om een team op te zetten. Maar vooral voor echte damescompetitie moet je meer in het westen en in het zuiden van het land zijn. Dus dat is een eindje uit de buurt. Dan moet je op een gegeven moment de dames bij elkaar krijgen. Hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk hebben we nu gewoon één groot vriendenteam. Iedereen die in het team zit, neemt weer een vriendin mee. Of we gaan gewoon met z'n allen stappen en dan haakt er altijd weer iemand aan bij het team. Dus eigenlijk is het gewoon één groot vriendenteam geworden inmiddels. Rugby staat bekend als een sport die fysiek ruw is. Ja. Hoe reageren de dames daarop? Ja, heel vaak zijn mensen in het begin een beetje bang. Maar als je eenmaal door hebt hoe je moet tackelen en hoe je moet vallen, dan valt er eigenlijk altijd weer reuze mee. Betekent dus wel dat je een bepaalde techniek moet aan laten meten? Ja, eigenlijk is het soms ook wel een beetje gewoon lomp en onbenullig en gewoon gaan. En niet te veel nadenken, maar soms moet je gewoon doen. Je krijgt gewoon 22 vriendinnen erbij. We gaan regelmatig met z'n allen stappen of wijntjes of biertjes drinken. En iedereen kan goed met elkaar overweg. Wijntjes en biertjes zijn niet goed voor de conditie natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar daarvoor trainen we elke dinsdag en vrijdag. Femke, jij bent de trainster van de Big Bulls dames uit Almelo. Hoe moeilijk is dat? Of hoe makkelijk is dat? Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik had natuurlijk in het begin wel verwacht. Iedereen is onervaren. Niemand weet eigenlijk nog heel goed wat ze doen. Had ik verwacht dat het veel moeilijker zou zijn. Maar het verbaast me eigenlijk dat iedereen heel goed luistert. En dat iedereen heel positief is. En ik denk dat het daarom ook zo goed gaat nu al met 22 dames op het veld. Begin je dan met een groep die onervaren is? Ja, we natuurlijk zoals Marloes, die rugbyt al langer, haar zusje rugbyt al langer. Ik denk dat ik in totaal iets van 4-5 meiden had die al wel vaker hebben gerugbyt. En de rest is echt allemaal nieuw. Dus dat is wel, was wel heel spannend. En je merkt ook in het begin dat je echt heel langzaam moet opbouwen, echt met de basis moet beginnen. En dat we nu echt wel naar de wedstrijden toe gaan bouwen en leven. Het allerbelangrijkste bij rugby is natuurlijk de bal naar achter toe gooien en de tackle. En dat gaan we daar zeker nog even laten zien natuurlijk. Ik hoor van Marloes dat zij ook al meer gespeeld heeft bij de mannen. Is dat een normale zaak? Ja, je merkt vooral inderdaad bij clubs die nog geen damesteam hebben, dat het best wel een redelijk normale zaak is. We hebben nu iets van 4 of 5 dames die regelmatig bij het tweede meespelen. Dat moedig ik ook alleen maar aan, want ik merk als je met de heren meespeelt, word je een stuk harder ook in de wedstrijden met de dames. Hoe kom jij bij de Big Bulls terecht? Ik ben 10 jaar, bijna 10 jaar geleden ben ik begonnen met rugby in Deventer. Daar heb ik 6-7 jaar heb ik daar ongeveer gespeeld. Toen ben ik naar Engeland verhuisd. Heb ik op amateurniveau heb ik daar ook 1 seizoen nog gespeeld. Een beetje van de rugby afgestapt, in de horeca gaan werken. En toen kwam ik bij een vriendje uit Almelo. En die speelde hier bij de Big Bulls. En toen dacht ik, nou, die hebben nog geen team. Dus vandaar dat het zo een beetje is gaan lopen. Nou, we hebben in ieder geval allemaal een Facebookpagina. Dat is Dames Big Bulls. Die beheren we zelf. Dus als je daar een berichtje op stuurt, dan krijg je van onszelf reactie. En anders kan je naar de site van de Big Bulls gaan. En daar staat ook contactgegevens op.